Hi, ik ben Stijn van Bax Music. En vandaag ga ik je iets vertellen over de Boze L1 pro series We kenden natuurlijk al de gewone L1's, en daar hebben we nu de L1 Pro-variant uh, voor gekregen. En daar zit een hele hoop nieuwe technologie in. Maar daar gaan we zo meteen even kijken. We hebben ze hier op de achtergrond, hebben ze voor je staan. We gaan ze ook individueel even bekijken, en natuurlijk ook uh, de verschillen. Even in zijn algemeenheid. Column array, wat is dat nou en hoe zet je het in en hoe kun je dat het beste gebruiken? Nou, misschien moeten we heel even terug naar uh, het verleden. Waarom zijn er column arrays in het leven geroepen? Dat is uiteindelijk niet voor niets, want het is een technologie die eigenlijk al best wel oud is. Uh, die werden namelijk vroeger heel veel gebruikt in ruimtes... Uh, met een slechte akoestiek. Denk maar bijvoorbeeld in kerk of zo. Hè. Ieder, iedereen, tenminste de meesten zullen wel eens een keer in de kerk geweest zijn, die weten dat het dan heel erg galmachtig is. Als je daar praat, dan, dan heb je weinig articulatie. Nou, waar hebben ze dat toen op verzonnen? Uh, daar hebben ze dus van die zuiltjes bedacht uh, om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. En als bijkomstig voordeel had dat ook nog eens, uh, doordat die uh, allemaal op een kolom staan, dat het signaal uh, ging bundelen, waardoor die ook effect had, dat die ook dieper de ruimte in ging. Dus het betekent dat je op een grotere afstand de spraakverstaanbaarheid ook toenam. Nou, vanuit dat concept hebben ze de laatste jaren... want er zijn best wel uh, wat leveranciers die erin gedoken zijn... hebben ze dus column er eens bedacht. En uh, ja Bose heeft uh, de variant met de L1 bedacht. Zij zijn nog een stapje verder gegaan met de technologie. Er zitten veel betere processen in. Uh, hele goede subwoofers, goede drivers. 180 graden technologie. Nou, al dat soort aspecten, dat komt allemaal terug. Uh, even terugkomen op de keuze. Uh, is dat voor iedereen geschikt? Ja en nee. Uh, het is eigenlijk voor iedereen geschikt als je een muziekliefhebber bent, als je een band hebt, uh, als je een dj bent, uh, maar ook weer niet altijd. Uh, het is eigenlijk met name heel erg geschikt als je uh, bijvoorbeeld uh, in een omgeving zit waar, waar we het eigenlijk al aangekaart hebben, wat lastig akoestiek. Uh, als je bijvoorbeeld een diepe zaal hebt, als je bijvoorbeeld een, een, een hoge diepe zaal hebt, dus een beetje een galmachtige zaal, een zaal met veel reflectie, denk maar aan glas, aan steen. Dan komen dit soort systemen eigenlijk heel erg goed tot hun uiting, omdat ze dus die akoestische eigenschappen uh, bezitten. Uiteraard kun je ze ook in alle normale omstandigheden gebruiken. He, dus als je zegt van nou, als je vindt het gewoon een mooi design, uh, waar natuurlijk Bose heel erg bekend op staat, dan kun je dat perfect gebruiken. Maar ze zijn met name uitmuntend geschikt voor dat soort doeleinden. He, dus daar kun je een beetje je afweging uh, ja, op, op, op over uh, nadenken, zal ik maar zeggen. Oké, okay, dan gaan we nu de speakers uh, naden bekijken. Dan gaan we ze individueel uh, benaderen en we gaan ze ook even kijken wat ze eigenlijk gezamenlijk hebben in deze familieband. We hebben hier de drie modellen staan. Uh, zoals aangegeven, alle drie heten ze L1 Pro. Uiteraard zijn het verschillende uh, modellen. We hebben hier de L1 Pro 8, de 16 en de 32. De modellen corresponderen met het aantal drivers die dus hierin uh, zitten. Uh, daarom is het ook heel makkelijk onthouden wat wat is. Uh, die zitten dus acht drijvers. Uh, daar zitten er 16 en daar zitten 32 drijvers in. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat de hoogdrijvers op een asymmetrische manier van elkaar zitten. Ze zitten eigenlijk als het ware uh, gecrossed. En dat zorgt voor dat je een spreiding van 180 graden krijgt. En dat maakt deze systeem ook uniek. Uh, 180 graden spreiding wil eigenlijk zeggen als jij voor de uh, sp uh, speaker staat dan kun jij... 90 graden links, als wel 90 graden rechts, oftewel 180 graden om de zuil heen draaien, zodat je verstaanbaarheid altijd correct blijft. Want ja, men weet, hoogdrijvers die zijn heel erg gericht. Gaan we naar bijvoorbeeld conventionele systemen, die hebben meestal een openingshoek van 90 of soms 60 of 80. Dat is een vrij klein hoek als je dan bijvoorbeeld naar links of rechts loopt, dan merk je dat je verstaanbaarheid minder wordt. Nou, en dat is het fijne van dit soort systemen. Binnen die straling van 180 graden heb je een perfecte verstaanbaarheid. En natuurlijk, uh, betekent dat als je in een zaal zit of theater, uh, en vooral als je een breed theater hebt, dat alle mensen ook gewoon een goede klank hebben. En daarom zijn deze systemen ook zo heel erg interessant om uh, specifiek voor dat soort doelgroepen uh, in te zetten. Voor de rest hebben ze allemaal. Zijn ze voorzien van een subwoofer? Met de uitzondering van de L32. Uh, die is leefbaar uh, zonder subwoofer. Uh, als het uiteraard met subwoofer. Wij hebben zelf hebben we een, een pakket gemaakt. Waar je ze ook met een subwoofer uh, aan kunt kopen. Uh, met een speciale uh, prijs. En eerlijk gezegd zou ik het wel adviseren. Uh, tenzij je het echt enkel voor spraak gebruikt. Maar voor alle andere doeleinden. Kan ik je zeker adviseren om een subwoofer uit te gebruiken. Want je mist gewoon body. Die heb je echt wel nodig. Nou laten we. Is even nagaan waar de verschillen in zitten. Nou, even afgezien van het uh, aantal uh, uh, tweeters hoogdrijvers, zoals aangegeven, hebben natuurlijk ook de verschillen in het aantal subwoofers in de maat en uh, uh, we hebben ook de verschil in het vermogen. Daar zit eigenlijk de grootste specificatieverschil in. Nou, zoals aangegeven, zijn ze bijna allemaal voorzien van een subwoofer met uitzondering van die 32. En die subwoofers, dat is iets bijzonders mee aan de hand. Die hebben namelijk een speciale vorm. En dat uh, noemt Bose de racetrack. En dat is eigenlijk een soort ovale vorm. Het voordeel wat je hebt bij die ovale vorm is buiten de, uh, de, dat je het een compactere subwoofer kunt maken, omdat hij gewoon wat platter is. Is ook de basrespons heel anders. Je merkt dat hij is heel. Uh, Punchier. Uh, dus hij kan echt wel diep gaan, ongeveer tot 40 hertz diep. Dat is voor zo'n klein kastje is, de, is echt heel erg goed. Uh, maar daarbij heeft hij ook een hele punchy sound. Eigenlijk wel een beetje wat we voor bozen gewend zijn. Zo'n hele warme punchy sound. En dat benadrukt ze met deze. De maten zijn wisselend. Bij de Pro 8 hebben we een 7x13 formaat. Uh, dat is eigenlijk de kleinste formaat. Dan hebben we bij de 16 een 10x18 formaat. Bij de 32 hebben we twee opties. We hebben de sub 1 en de sub 2. En het verschil zit hem in de maat en het vermogen. Uh, sub 1 is een subwoefer van 7 bij uh, 13. Heeft 480 watt. Wat afwijkt van deze, want hier zit dezelfde sub in bij de L1 Pro 8. Dat is ook een 7 bij 13 Alleen dit is 240 watt qua vermogen. Dus je hebt wel dezelfde afmeting met dezelfde uh, frequentiespectrum en dezelfde diepte. Alleen doordat die uh, meer vermogen heeft, geeft hij meer geluidsdruk. Dus de sub 1 is een, uh, een sterkere subwoeve. Dan heb je nog een andere variant, dat is een sub 2. En dat is een 10 bij 18 dus eigenlijk dezelfde subhoever als die bij de Pro16 zit. En daar zit dan een duizend watt vermogen in. Zelfs als deze trouwens. Dat zijn wel dezelfde types. Voor alle systemen geldt dat de hoesjes standaard meegeleverd worden voor de topjes. En dat is natuurlijk wel handig, want ze zijn toch eens kwetsbaar. En het zijn ook een beetje afwijkende maten. Dus die worden standaard meegeleverd. Optioneel kun je daarbij voor de subhoefers ook nog losse hoes bijkopen. En ik zou dat wel adviseren. Het is toch wel mooier en ja, dus het ziet er ook gewoon beter uit en meer beschermd uiteraard. Ze hebben allemaal nieuwe technologie onder de motorkap zitten. Dat wil zeggen digitale versterkers. Dat hadden we vroeger ook, maar het zijn uh, verbeterde versterkers, efficiënter, uh, want zo gaat het tegenwoordig met de huidige uh, versterkte technologie. Uh, er zit ook een ingebouwde DSP. En dat houdt in dat je bepaalde instellingen als equalizer, effecten. Die zitten er allemaal standaard op. Uh, en daarnaast heb je ook nog presets. Dus bijvoorbeeld je hebt een live uh, preset. Uh, je hebt een uh, music preset. En dan verandert hij de klank eigenlijk. En dat zit er allemaal standaard op. Daarnaast heb je natuurlijk ook de mogelijkheid. Als je zegt van nou, ik zoek echt een, een mixer erbij. Uh, als je verschillende instrumenten tegelijk aan wil sturen. Wat overigens bij hier ook kan want zitten. Uh, hier zitten, kun je drie... Um, ingangen heb je hierop zitten. Uh, twee XLR jack combinatie en eentje voor de lijn in. Uh, dat kun je uitbreiden met T4S of met T8S. Dat werkt hier uiteraard ook. Daar heb je natuurlijk nog meer mogelijkheden uh, om het aan te sturen. En die kan ik zeker adviseren, zeker op het moment dat je met meer dan twee uh, ja, muzikanten of, of, of mensen bent die je graag wilt versterken. Ja, nou, aangezien er dus verschillende soorten versterkers uh, of verschillende vermogens in zitten. Uh, onderscheidt zich dat natuurlijk ook uh, per model? Bijzonder in deze serie is ook dat het echt heel licht materiaal is. Het is uh Ergonomisch. Het, het, het pakt ontzettend uh, makkelijk op. Uh, eh, ondanks het vermogen en de formaat. Want het zijn toch best wel redelijk uh, grote kasten. Uh, zeker voor de power en, uh, en, en het laag wat eruit komt. Uh, je gaat je zeker geen een, een, een hernie aan tillen. En dat is het mooie van dit soort systemen. Ze hebben uh, ook echt aan de ergonomie gedacht, ook de manier, grote handvaten. Uh, soms heb je van die kleine handvaten waar je net met je vingers onder kunt, dat is hier absoluut niet het geval. Uh, dus kun je echt heel makkelijk voelen. En zeker met de originele hoezen erbij. Ja, is dat gewoon heel strak om te zien? En is het, ja, laat ik zeggen, als jij een, een simpel autootje hebt, die leg je zo achter, op de achterbank en, en je bent vertrokken. Resumerend kunnen we zeggen dat de L1 Pro serie van Bozen, uh, dat die. Eigenlijk een heel brede markt pakte. Uh, Het is echt heel erg toepasbaar voor bijvoorbeeld auditorium en kerken. Maar ook als je een band hebt, als je een DJ bent, uh, afhankelijk natuurlijk van uh, wat je zoekt, wordt daar ook je keuze op gebaseerd. Maar je hebt gewoon drie modellen, waarvan het roods model heb je zelfs een keuze in de hoeveelheid uh, subwoofers die je erop wil toevoegen. Dus je kunt eigenlijk heel breed uitpakken met dit soort systemen. En dat is wel de kracht van dit systeem. En zeker met de akoestische eigenschappen die we in het begin van deze filmpje hebben aangegeven, ja, kun je echt. Heel veel kanten mee op, dus ik zou zeggen: probeer ze uit, uh, ga naar onze website en dan uh, ben ik zeker van overtuigd dat je een model gaat vinden in deze range die helemaal bij jou past. Wil je meer informatie met betrekking tot deze boze LE Family? Klik dan op het linkje hieronder en je wordt doorverwezen als een productpagina. Vind je het een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube-kanaal.